In 1839 reed de eerste Nederlandse trein de Arend, van Amsterdam naar Haarlem. Hij deed er meer dan 35 minuten over. In 1958 reed de laatste stoomlocomotief naar het museum in Utrecht. Maar aanstaande zaterdag dan komt het weer tot leven. Stoom in de bos, in Vught, Bokstel en Eindhoven. Daar moet u echt bij zijn. Ik zou zeggen veel kijkplezier bij dit item over stoomtreinen in de regio. Zaterdag 29 september rijden er stoomloks door Den Bosch, Vught, Bokstel en Eindhoven. Een heel speciaal evenement. En iemand die daar alles van kan vertellen, is Martijn Langhaar. Martijn, 24 jaar en dan belangstelling voor stoom. Leg dat eens uit. Ja, nou ja, het is eigenlijk uh, ooit begonnen door mijn, uh, door mijn ouders. Ik kreeg uh, met de kerst een, uh, nou, een heel simpel treintje onder de kerstboom en we gingen altijd uh, in Beekberg op vakanties op de Veluwe. Nou daar rijdt een uh, hele grote stoomlocomotief. En als klein manneke ging ik dus uh, elke keer naar de overweg als ik hem uh, hoorde fluiten. Ja en eigenlijk is die uh, die passie, die liefde voor die grote loks uh, niet meer weggegaan. Het is natuurlijk wel een tijdje op de achtergrond geweest met studie en andere dingen natuurlijk. En uh, ja. Ja, van het een komt het ander. Ja, want het werd een hobby. Die hobby die werd steeds groter. Uiteindelijk werd die hobby zelfs je beroep. Ja, en inmiddels uh, is het, uh, ja, ben ik mede-eigenaar van een schitterende winkel aan de Vughtestraat in Den Bosch. We zijn gespecialiseerd in modelterreinen. We hebben klanten uit het hele land, van Groningen tot Maastricht. En met onze webshop van ver buiten Nederland. Ja. Nou, denk ik, als ik aan stoomloks denk en aan elektrische treinen, dan denk ik... Ja, dat is toch wel een hele stoffige hobby. En zeker voor een jongen van 24 ja, nou ja, dat, dat klopt, maar ja, heel veel mensen verkijken zich toch, want vroeger had je een, een simpele uh, transformator, dat was inderdaad een beetje op de ouderwetse stoffige manier. Je kon vooruit, achteruit, dat is het. Ja, tegenwoordig bestuur je dus een trein via je tablet of via de smartphone, via je computer. Dus een beetje high-tech geworden? Ja, het is inderdaad een uh, vrij technische hobby, inderdaad, ook, en die ontwikkelingen die gaan steeds steeds verder. Maar toch, ja, die oude treinen, daar, daar is gewoon nog veel belangstelling voor. Hè? Ja, We, men wil precies weten, van, hoe ging dat vroeger, met name in de jaren 30, 40 en 50? Ja, ja heel veel mensen hebben die uh, stoomloks nooit meer echt werken gezien. Ik uiteraard ook niet, want de laatste stoomlok ging in 1958 uit dienst. Een leuke vergelijking, in 1958 werden in Duitsland nog stoomlokomotieven gebouwd. En een van die stoomlokomotieven, dat is de 65018... Van de SSN uit Rotterdam. Die komt dus aanstaande zaterdag naar de bos. Hoe kwam je overigens op het idee? Ik kan me voorstellen dat je zo eens in zo'n vitrine zit te kijken. denk van nou, ik zou die dingen wel eens echt willen zien, maar dan heb je, ze, heb je het allemaal nog niet voor elkaar. Nee, dat klopt nou ja, Wat ik al zei. Ik ben vanaf kinds af aan uh, druk bezig in dat uh, stoomterreinenwereldje. Veel contact opgebouwd. En uh, van het een kwam het ander. Dus ik had het Facebook berichtje gepubliceerd op onze pagina op Facebook. En dat werd binnen twee dagen massaal gedeeld en gelijk door dik 30.000 mensen bekeken. Ja. En de Stoomsticht in Nederland, waar de locomotieven van zijn, een grote vrijwilligersorganisatie, die pikte het ook al op. Ja. En die dacht van, nou, dat is voor ons weer eens een mooie ja, mogelijkheid om onze hobby te laten zien. Zagen het ook al zitten inderdaad. Ja. Even over het personeel op zo'n trein, want zo'n machinist, ja, die zal toch wel bevoegd zijn neem ik aan. Ja, ja, dat is heel wat anders dan achter de knopjes zitten bij een uh, Sprinter of een Intercity. Ja, dat zijn hoofdzakelijk ook uh, machinisten die het dagelijks leven als beroep, ook, uh, als beroep uitoefenen. Onder andere bij de NS of bij de Deutsche Bahn in Duitsland. En die zijn inderdaad bevoegd om uh, over het hoogspoor, zo heet dat, in uh, factoren te mogen rijden met die locomotieven. En dan komen ze aan in een bos. Ja, en dan gaat eigenlijk het grote werk beginnen, zullen we maar zeggen. Want dan mag je ernaar kijken, maar je mag er ook in zitten en je mag meerijden. Ja. Ja, mensen, er is massaal op gereageerd. Uh, mensen konden kaartjes kopen. Een retourtje kost 25 euro, kan nog steeds trouwens, bij ons in de winkel of zaterdag op een station. Ja. Midden in een station hebben we een stand, dan kun je de kaartjes kopen, enkeltjes of retourtjes. Uh, ja, de bossenaren en uh, mensen van ver buiten een bos die uh, zien dat uh, absoluut zitten. Ja. Dat kan ik me daar voorstellen. Uh, hoe lang duurt zo'n ritje? Uh, een retourtje duurt iets meer dan anderhalf uur. Maar je kunt de heen- en terugreis zelf bepalen, geloof ik. Je kunt bij wijze van spreken om 9 uur meegaan. Een dagje ergens naartoe gaan en zeggen: Nou, ik pak om 4 uur pak ik het uh, treintje het terug. Absoluut. Mensen uit Eindhoven kunnen om uh, kwart voor tien de eerste trein naar de bos nemen. kunnen gezellig een dag bossen bollen gaan eten in de bos. En de laatste trein vertrekt weer om 5 uh, uur vanaf uh, Centraal Station. Het zou hartstikke leuk zijn als die treinen natuurlijk bomvol zitten. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Van, nou, ik wil zo'n trein ook fotograferen onderweg. Absoluut. Daar heb je ook wel tips voor, hè? Want ja. je moet niet overal gaan staan, heb ik begrepen. Nee, absoluut niet. Inderdaad, nou, de treinen zitten ontzettend vol. Maar er zijn ook ontzettend veel spotters en liefhebbers. En daar heb ik een speciale dienstregeling voor gepubliceerd op onze website. Daar kun je exact de tijden vinden. Dus onder andere de stop in Bokstal, Eindhoven, Dan Bosch. Op de heen- en de terugreis Rotterdam en Gouda met een aantal fototips. Want het advies is wel: ga alsjeblieft niet achter de overwegen staan en blijf een beetje op de legale plaatsen voordat er ongelukken gebeuren. Waarom moeten mensen zaterdag op het station in de bos in zo'n trein stappen? Wat, wat is daar de kick van? Nou, het leuke is: ik ga dus regelmatig als privé naar Duitsland om, om die evenementen te bezoeken, soms ook voor de winkel. Je ziet toch altijd mensen die normaal niets met het sporen hebben, die niets met de trein hebben. Die, die zijn helemaal verwonderd. Die zijn een beetje, ja, uh, gefascineerd. Uh, die raken gefascineerd door die enorme locomotieven. Want Je zet zijn... ook een beetje de hang naar het verleden. Ja, ik denk het wel. Het heeft ook een bepaalde romantiek, inderdaad. Het reizen in zo'n mooie historisch rijtuig, oude houten bankjes. Je kunt lekker naar buiten kijken. Het is een hele andere beleving als. Uh, de dagelijkse trein naar Eindhoven. Ja. Het lijkt me dat je er op tijd bij moet zijn. Ja, absoluut. Uh, we hebben al ontzettend veel kaartjes verkocht. De meest populaire tijden zijn uitverkocht. De ochtendritten van 9 uur en de terugritten van 5, en 6 uur uit Eindhoven. Daar is nog voldoende plaats. Jij gaat zelf ook mee in je gewone koffie of trek je een. Uh... Aan. Ja, zit, uh, misschien uh, deels uh, in de locomotief, maar waarschijnlijk uh, reis ik inderdaad mee in de trein om mensen te horen staan, hoop bekenden, en uh, ja, om mensen uh, uitleg te geven. En dat wordt zwaai, hè, onderweg? Dat wordt inderdaad zwaai en uh, natuurlijk flink uh, fluiten, in de stoomfluiten.